Oké, dan. All right. Dat is Engels, hè? Spaans. Japans. Si, si, si. Dat maakt het altijd wel spannend. Hey, hallo heren. Zijn we live? We zijn live. Welkom. Ja, Jam, Senol, Gerard, Gordo. Yes. Goed. Helemaal uit in Den Haag, hè? Zijn jullie gekomen vandaag? Ja. Ja. Ja, hoe is de reis? Veel ja, mee, ja een beetje regen, joh. Maakt niet uit. Was wel te doen, toch? Prima. Ja, zeker. Uurtje rijden. Ja, voor een goed doel. Een goed doel, dat ook nog inderdaad. Ja. Over goed doel gesproken, je zijn natuurlijk uitgenomen. Eigenlijk in eerste instantie Jam. Je had een comité gedaan, 1 tegen 100. En, ja, klopt. Ja. Dat was een pittige. En daarnaast hebben we natuurlijk Sensei meegenomen. Gerard, Gordo, UFC-veteraan, pionier moet ik zeggen. Veteraan, ik vind veteraan, ja, als je een keer in de UFC hebt gevochten, erbij ook een veteraan. Maar UFC-pionier, ja. De 100ste tegenstander natuurlijk in de comité ook. En, ja, ideaal was dat, ja. En Sensei, ja. Mooi man. Ja, ja, 100 tegen 1. Nou, vertel, hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Ja, eigenlijk toen ik begon bij Kamakura in Den Haag, bij Kanchegeren. Toen kregen we natuurlijk alle, we waren naar de eerste WK's geweest in Tokio, in Japan. Dan kreeg ik eigenlijk allemaal de verhalen en de boeken en zo ging het lezen. En op een gegeven moment las ik een keertje van een test. En dat was, dat noemden ze de ultieme full contact karate test. 1 man tegen 100 man achter elkaar. Zo. Ja, toen was ik meteen eigenlijk gebiologeerd. Ja. Was ik wel heel erg geïnteresseerd er meteen. Ik van, nou, dat is wel... Alleen, ik moet wel eerlijk zeggen, ik was op dat moment veel met wedstrijden bezig. En dat trok me toen veel meer. Dus... ja, eigenlijk heb ik dat jarenlang een beetje in de wachtkast gezet. En op een gegeven moment, nu ik eigenlijk een beetje aan het einde van mijn wedstrijdcarrière ben gekomen, zeg ik van, nou, het lijkt me nog wel leuk om nog 1 keer even te gaan rammen. Ja, echt even iets heel intensiefs te doen. Dat is mooi, en iets neer te zetten. Ja. Het is ook wel echt uniek, vooral in Nederland natuurlijk, is dat nog nooit gebeurd, hè? Nou, er is wel eentje geweest die het gedaan heb. Maar ja, dat kunnen we niet controleren, want het was in 67 voor Christus. Oké, voor Christus. Dus dat was een ander dingetje, maar er zijn 60 mensen in de wereld die dat gedaan hebben. Oké, 60 mensen in de wereld. En ja. Hoe gaat zoiets bij elkaar? Want ten eerste, wat zijn de randvoorwaarden? Moet je 100 mensen van de straat plukken? Of? Ja, dat is iets waar we heel erg tegenaan liepen. Kijk, als je... Voor de mensen die de sportschool kennen, die Kamakura kennen, is een behoorlijke rechtdoorzee school. En heel veel mensen die vinden dat heel fijn, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, dat vind ik wel lastig. Wij zijn vrij direct en we proberen zo eerlijk mogelijk te zijn. En een van de dingen waar we dus heel erg moeite mee hadden, is dat het niet echt heel helder was, hoe zit zo'n test nou in elkaar. Dus gingen we eigenlijk naar de laatste paar testen kijken, was Sian Daniel Sanchez in Spanje en Sian Judd Reed in Australië. Dat waren de meest recente jongens die het gedaan hadden. En daarna waren er eigenlijk alleen maar Japanse testen. En in die Japanse testen, die waren eigenlijk allemaal wel geëdit. Dus die waren al gesneden, waar niks mis mee is. Alleen, dat kon we heel slecht eruit halen. Maar hoe verloopt dan zo'n test precies? Wat we wel hadden, is we hadden een set regels. Okay. Bijvoorbeeld in Japan hielden ze aan allemaal zwarte band. Ze hielden aan allemaal 1,5 minuut. Ja. Dus daar, vanaf daar zijn we eigenlijk een jaartje geleden zijn we begonnen met bouwen. En zeggen, oké, dat laat er wel in. Maar ook een paar dingen hebben we eruit gehaald. Een van de Japanse regels was bijvoorbeeld, de tegenstanders die droegen allemaal scheenbeschermers. Ja. Ja, dat is iets hebben we gezegd van, oké, dat halen we eruit. Okay. Een ander regeltje is, als je iemand veegde, als je berei, dan was de partij voorbij. Maar dat komt uit een oud gedachtegoed. Wow, kijk, vroeger was een gedachtegoed, de karate-do, weg van de lege hand. Als jij als staande opponent tegen een liggende opponent bent, dan ben jij superieurder. Juist. Dus dat was het met karatewedstrijden, dat was ook zo gebaseerd. Dus als je bereid is, iemand veegde, dan was de partij voorbij. Dat gebeurt dus met die 100 man kumens ook. Maar ja, ik heb al technische virtuozen gezien. Ja, die jongens waren fenomenaal daarin. Maar ja, die vochten dan de helft van hun tegenstanders niet meer dan 30 seconden. Waar blijft die minuut dan? Ja. Ja, wij zeiden van nee, weet je, als we dan toch die 100 man kumit test, die Oyama zelf heeft bedacht, dan willen we dat ook eigenlijk zo echt mogelijk. Zo authentiek mogelijk doen. Ja, nog een regeltje wat we eruit hebben gehaald, als iemand Jodan techniek op zijn hoofd getroffen wordt met een beenbeweging, dan ook meteen was het Ippon en dan was de partij ook voorbij. Dus die combinatie met bescherming en die eigenlijk een beetje die
ontsnappingsregels. Ja, dat zagen wij niet zo heel erg zagen niet zitten. Zeggen, nee, we gaan het op een andere manier doen. Helemaal zonder bescherming. Zwarte band vinden wij echt super, super mooi als je hem dat haalt. Maar er zijn ook heel veel mensen met zwarte band. Ook bij voetcontactkaraten die zelf amper tot nooit niet hebben gevochten. Okay. En toen hebben wij gezegd, nou weet je wat, de regel is, alle tegenstanders moeten wedstrijdervaring hebben. Zo. En ja. Zo, dat, ja. Dat is niet niks. Nee. Dus en zwarte band en wedstrijdervaring. Nou, ze hoeft er geen zwarte band te hebben, maar okay. Wedstrijdervaring. Want ik ken bijvoorbeeld jongens, die hebben groene band, maar die hebben echt al tientallen partijen op hun naam staan en meervoudige titels. Nou, dat is natuurlijk veel interessanter om tegen dat soort jongens te staan dan tegen iemand die een zwarte band heeft. Ja. Kyokushin karate, dat heeft een hele diepe wortels in Nederlandse vechtsport. Ja. In kickboksen en in MMA en dat soort dingen. Ja. En wat is een beetje een heldere omschrijving voor Kyokushin karate? Het is de, als ik even in mag, het is de hardste vechtsport die er staat. Okay. We hebben de makkelijkste dingen eruit gelaten, dus op gezicht slaan. Dat hebben we eruit gelaten. Okay. Dus het is heel moeilijk om in mijn hoofd te trappen, ja. Vind ik. Het fysieke is zoiets hards, zoiets goeds. En het is niet alleen maar vechten. Er komen ook nog andere dingen bij kijken. Iedereen weet wat Kyokushin is, maar niet iedereen doet het. Dat vind ik wel het leuke daarvan. Kan je me nou uitleggen wat het verschil is? Nou ja, jij weet ook wat Kyokushin is, maar je hebt het nooit gedaan. Nee. Nou, maar al die kickboxers die ik vraag, of andere mensen die martial arts doen, weten allemaal wat Kyokushin is. Maar ze willen het allemaal niet doen, want het is gewoon een heel hard spelletje. Want je hebt geen bescherming. Het is heel duidelijk. Het is ja of nee, winnen of verliezen. En ik vind het zo... Het hele systeem is gewoon goed. Want iemand op zijn hoofd raken is een stuk makkelijker met je vuisten dan. Dus alleen er komen ook dingen tekort, ja. Waar wij stoppen, gaan een andere vechtsport verder. Alleen ja, je moet wel openstaan voor zulke dingen. Alleen je vecht zonder bescherming. Dat is dan een groot verschil natuurlijk. Dat is het verschil. Mm. En als je dan vergelijkt met het is de hardste sport en dat te bestaan. En als je dan wel vergelijkt met een andere sport zoals kickboksen of MMA in dat geval. Het is gewoon een appel en een ei. Ja, precies. Of een appel en een peer. Vergelijk het niet. Het zijn gewoon twee verschillende dingen, wat alle twee even goed is. Mm. Alleen die groep die je doet, die zoeken ze dat spelletje wel uit wat bij hun past. Anders hadden ze wel gaan kickboksen of gaan judoën of gaan worstelen. Het is wel een soort ja, mens wat het doet of wil ontwikkelen of wil gaan doen. Ja. Precies. Want het is een hele lange weg. Wat ik uniek vind aan die sport, is om heel eerlijk te zijn, toen ik bij Kamakura kwam, toen deed ik kickboksen. En ik dacht ook van nou, ik zag mezelf ook altijd als een MMA-jonger die dat was, wou ik eigenlijk worden. Ja. En toen werd ik eigenlijk, bij Kamakura werd iedereen heel breed opgeleid. Je ging allemaal grondvechten doen, je ging allemaal kickboksen doen, allemaal karate en je deed allemaal boksen. Eigenlijk met alles werd je beïnvloed. En wat mij heel erg opviel toen, is dat ik zelf uiteindelijk na wat kickboxpartijen, na wat MMA-partijen en na Kyokushin-partijen en karatepartijen dacht van nou, dat vond ik als wedstrijdsysteem vond ik dat het leukste. Yes. Het trainen vond ik allemaal superleuk en superbelangrijk dat we het allemaal doen. Ja. Wat mij heel erg opviel, is ik kwam echt heel veel mensen tegen die zeg maar karate achtergrond hadden en iets anders gingen doen. Dus wij als Kyokushin of als full contact mensen doen heel vaak, zie ik ze. Ik zag toppers bij de K1. Ja. Je ziet het UFC, MMA. Je kan de lijst opnoemen. Ja. Maar ik heb het bijna nooit andersom gezien. Ik heb bijna zeer zelden meegemaakt dat een ervaren kickbokser meedoet aan het Kyokushin spelletje. Terwijl wij wel aan hun spelletje meedoen. En dan moet ik wel even een kanttekening geven, want dat weet ik wel. En dat vond ik echt, daar was ik mega van impressed. Zo'n topper als bijvoorbeeld Bob Schrijver. De eerste keer dat ik meedeed aan een Kyokushin evenement, was hij daar ook gewoon met zijn team. En toen was hij echt al een gevestigde naam in het Free Fight of MMA. Toen de tijd, maar ja. Dat deed hij gewoon met zijn team mee op het EK in Den Haag. Hippolyte ook. Hippolyte. En er zijn nog wel een paar dat mensen geweest. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik bij Vos trainde met Hippolyte en met Mozit. Mm-hmm. En ze zeiden van, joh, doe een keer met ons mee. Ja. Ja, hun hadden wel de ballen om het te doen. Dat moet ik wel zeggen. Gilbert Ivo heeft het ook meegenomen. Ivo, inderdaad, ja. Ja. Ze hebben het allemaal wel geprobeerd. Dus er zijn er echt wel een paar geweest. Maar als ik kijk nu, hè, als ik bijvoorbeeld kijk naar het jeugdkickboksen. Daar zie ik allemaal 100 kilo aan belts en bekers voorbij gaan. En dan denk ik bij mezelf, ja, de regels verschillen niet heel veel met jeugdkaraten. Maar ik zie dat eigenlijk nooit
Terwijl onze jeugd karate doet heel vaak ook jeugd kickboksen gewoon mee. Gewoon voor de ervaring. Precies. Daar word je nooit slechter van. Nee. Je moet, je moet die mensen proberen ook niet te beperken in het spelletje. Nee, 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 zeker. Laat ze proeven. Absoluut. Ja. Zo verbreed je ook je horizon en je technieken daarbij zeg maar, ook. Ja, ik heb een hele goede boksjongetje. Dat liet ik een keer een jiu-jitsu doen. Die heeft zijn handschoenen gewoon in de willigen gegooid. Die is een jiu-jitsu gaan doen. Dat is een hele goede jiu-jitsu-jongen geworden. Die is gewoon een overstap gemaakt. En die ja, maar ik zag gewoon dat hij dat, hey, dat past meer bij hem. Ja. Dat hij goed boksen, we kennen niks aan. Maar hij wordt nog beter in de jiu-jitsu. Denk maar eigenlijk, zie je, je hebt nou je weg gevonden. Precies. Ik ben hem wel kwijt in het boksen, dat vond ik wel jammer. Ja, maar aan de andere kant verrijk je hem wel weer. Ik doe het voor hem, niet voor mij. Precies. Ik heb alles al gedaan. Precies. Maar dan zijn we eigenlijk alweer tot de kern van de hele zaak. En dat is eigenlijk waar vechtsport om draait. En dat zijn we eigenlijk, een heleboel mensen zijn dat helemaal kwijt. Ontwikkeling. Ja. Eigen ontwikkeling, ontwikkelen van andere mensen. Dat is waar het eigenlijk om draait. Absoluut. Wat denk je dat het aan ligt? Aan meer omdat het nu te commercieel wordt? Denk je dat mensen veel naar het geld gaan kijken? Ja, ik denk dat het ook met onze cultuur te maken heeft. Kijk, als je kijkt naar andere culturen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten of in Azië, dan heel vaak drukken ze zichzelf weg ter wille van de omgeving. Ja. Bij ons is het heel vaak andersom. Is, ik pas mezelf niet aan, ik blijf lekker mezelf en de omgeving kan me eigenlijk, is mijn rotzorg. En dat vind ik echt zonde. Het is niet overal zo, maar dat zie je ook heel erg terug. Hoeveel ouders bijvoorbeeld, dan hebben wij, wij komen heel vaak op kickboxwedstrijden, omdat onze leerlingen ook eigenlijk heel breed proberen te zijn. En dan denk ik bij mezelf, sommige kickboxscholen zijn echt, we zijn laatst in een kickboxschale geweest in Zevenbergen. Okay. Nee, Zevenaar, van Tribe. Ja. Nou, die mensen hadden echt een leuk kickboxschale weggezet. Een goede sfeer, goede mentaliteit. Nou, ik ben ook bij kickboxschala's geweest, dus ik zeg, dan ga ik nooit meer naartoe. Ik heb dat nog nooit gehad met een karategala. Ik heb wel karategala's, full contact karategala's, waar ik zei van, ik vind de organisatie echt helemaal crappy. Mm. Ja. Of ik vind de organisatie niet fijn, maar nog nooit de mensen die er komen. Het is echt een andere sfeer. Ja. Het is echt wat dat betreft... Een ander soort mens. Ja, het is een ander soort mens. En ook echt, we noemen dat altijd, wij zeggen altijd een beetje de budo-mentaliteit. Ja. Als een kind gaat knokken op een karate gala, dan neemt zijn opa en zijn oma mee. Als een kind gaat knokken op een kickbox gala, dan nemen de ouders hun vrienden mee. Ja. Dat is toch een beetje, soms een beetje het... en dat geldt echt niet voor allemaal. Nee, precies. Maar zeker niet. Ik weet zeker dat de vechtsporters dit kunnen beamen. Weet je zeker. Mensen met ervaring kunnen dit allemaal beamen. Ja. Want de bido-gedachte, ik hoor het steeds vaker. Het is ook heel populair dat pochen en dat haantjesgedrag. Dat is nu wel heel erg in, zeg maar. Ja. Vinden jullie dat de bido-gedachte, het gevoel, een beetje ontbreekt? Het is er niet meer. Gewoon weg? Gewoon weg. En dat kleine beetje wat nog karate doet, bij goede scholen. Mensen die echt met karate bezig zijn en niet met zichzelf, die hebben dat nog. Alleen ja, je bent wel een buitenbeentje. Dan zeggen ze, ja, jullie, ik heb van de week nog een examen moeten doen voor NSF en IOC. En na de les wordt er gewoon gedweld. Ja. Dat hoef je niet te vragen, hè? Dat hoort gewoon bij dit. Dat is een onderdeel van. Mm-hmm. Ja, dat hoef je bij een andere kickboxschool of andere martial arts dingen, hoef je daar niet mee aan te komen. Dat is nog een stukje budo, denk ik. Ja. En dat is niet zaligmakend naar leraren toe. Want je hoeft niet diep te buigen voor iemand. Dat heeft niks met budo te maken. Mm. Maar het is gewoon, ik denk dat 95% weg is. Want de mensen willen allemaal geld verdienen. Iedereen begint maar een MMA-school, wat helemaal niet bestaat. Maar ja, ze beginnen maar. Ja, we hebben een MMA-school. Ja, wat is MMA dan, gekkie? Ja. Je doet martial arts en dat doe je bij elkaar en dan doe je MMA. Ja. Je hebt geen MMA-school, dat bestaat niet. Je moet eerst martial arts leren, in wat voor vorm dan ook. Mm-hmm. Je mag zelf kiezen, karate, kickboksen, worstelen, doe maar op. Ken je het een beetje? Dan kun je MMA gaan doen. Ja. Nee, nu heb je MMA-scholen en Taibo-scholen. Er wordt niet onderwezen in de vechtsport. Er wordt iets aangeleerd en dan houdt het een stukje op en dan gaan ze naar de buren toe. En dan zeggen ze, ja, andere leraar. Ja. Maar hoe bedoel je precies dat geen MMA-school? Want is het dan volgens jou dan dat je dan eerst bijvoorbeeld in het judo of in het jiu-jitsu of in het karate, dat je dan eerst omhoog moet werken en dan vanuit daar... Ga je MMA doen. Ga je MMA en uitbreiden. Maar je kan niet MMA leren. Ja. Vind je dat niet een sport op zich, MMA? Nee, je doet MMA. Ja. Uit iets. Je bent een bokser, daar heb je boksen, heb je martial arts geleerd, boksen. Ja. En dan ga je MMA doen. Maar je kunt er geen MMA leren, dus dat is toch van de zotte?
Is dat dan niet iets van tegenwoordig? Denk je niet dat MMA... Ja, dat is gewoon heel goed commercieel aangepakt. Ja. 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 Maar jij vindt MMA niet een sport op zich? Nee, nu. Het wordt gedaan door sporters. Maar je kan geen MMA leren. Je doet MMA. Ja. Je doet kickboksen, je doet Braziliaanse jiu-jitsu, je doet worstelen. En dan ga je MMA doen. Dan doe je MMA. Ja. Dus. Wow. Vind ik. Goede gedachtegang is dat, ja. Ondanks dat die evolutie in MMA natuurlijk gigantisch is geweest. Want vroeger kon je echt goed zien van, oh, dat is een staande vechter, ja, dat is een klassieke vechter, dat is een bokser. Die evolutie is nu gigantisch. Absoluut. Alleen, je ziet nog steeds... Iedereen heeft een basis. We hebben een basis. Ja. Ik hoor soms, zie ik jongens zeggen, Jim, kom even kijken naar deze partij. Kijk dan, dit is echt een goede vechter. En dan zie ik zijn striking capaciteiten. En dan denk ik, ja, voor MMA hartstikke goed. Maar als je die in Nederland inschrijft voor een A-klasse kickboxpartij... Dat moet je niet doen. En dat is ook niet erg. Nee, want ik bedoel, als je die A-klasse kickbox, dat hebben we ook meegemaakt. Ja. Die gingen naar Japan vroeger en dan gingen ze een partij Valatura doen. Ja, nou, staand was het geen probleem, maar als we de grond lagen, dan ben je het haasje. Dat is het probleem, ja. En dat is juist het leuke van het MMA-spelletje. Ja. Ja, daarvoor vind ik het ook leuk om te doen. Ja, maar het is echt doen. Het is nog niet echt een hybride sport. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de kickboksen van die, is het ook een mengelmoesje geweest van Kyokushin en andere vechtsporten, toch? Of zie ik dat verkeerd niet? Nou, ik vind het wel... dat zie ik niet zo. Nee? Nee, traditionele thaibox hadden we vroeger. Ja. Ik praat over vroeger dan. Dat is geen probleem. Hadden we thaiboxen, maar in Nederland snappen ze daar niks van. Nee. In Thailand wel. Dus dan, wat moeten we dan doen? We halen een paar dingen eruit. Je gaat niet meer met elkaar's nek hangen. En je slaat elkaar en schoppen elkaar maar. Ja. En dan mag het geen thaiboxen meer noemen, want die doet iets anders. En dan heet het kickboksen. En dat is wel geëvalueerd door Robbie Kamerman, Brilleman, Fatos, Hippolyte, noem ze allemaal maar op, Hoost, Aarts. Maar ja, dan kreeg je dat gekke K1 weer. Ja. Waar ik ook de eerste van was, wat niemand weet. Maar ja, dat maakt niet uit. Oh, daar hebben we zo meteen nog wel even over. Dat ben ik wel benieuwd. Ga eens naar Jam zo, maar ja, okay. Ga verder. Dus de K1 kwam en dan werd daar een commercieel circus neergezet. Ja. En dan hadden ze daar allemaal dikke ballen gehakt uit Amerika. Die helemaal niks konden. Die ook niet 5 rondjes konden vechten. Nee. Dan hebben ze gezegd, weet je wat we doen? We maken er 3 rondjes van. En niet clinchen. Want het is niet aan te zien dat hij na 4 rondjes gewoon met zijn tong op zijn schoenen zit. Ja, precies. Dan hebben ze het ook weer verpest. Had het nou gewoon 5 rondjes laten duren, 3 rondjes karate, 2 rondjes kickboksen, dan had het nooit zo populair geweest. Nee. Dat hebben ze heel goed gezien, hebben ze het K1 gemaakt. Maar laat het dan door echte kickbox, thaibox figuren doen. En niet door dikke ballen gehakt om een zaal te vullen en geld te verdienen. Ja, ja, maar vind dat, ik. Dat is wat, ja precies. En dat is met thaibox, kickboksen, MMA, dat is... Ja. Het is het commerciële eraan, die er wel voor zorgt dat het traditionele... Verpest wordt. Ja, ja. En dan ben je de budo kwijt. Ja, maar precies. En dat is inderdaad waar ik op in waken. De budo-gedachte die dan langzaam... Maar je hebt wel bijvoorbeeld vechters die daar wel wat meer voor uitgaan en wel meer die gedachtegang hebben. En met respect en wel die manier leven. Ja, dat is precies 5% wat ik zei. Maar dat is wel minder dan dat is jammer. Tegenwoordig, ja. Ja. Maar het commerciële is ook fantastisch, want toen ik de Ultimate volgde, moet ik geld meebrengen. En nu krijgt er een, hoe heet die, jongen met die pas gewonnen van de McGregor, Habib. Habib, ja. Ja, die krijgt 40 miljoen. Ja. Ik denk, ja, het is toch grandioos voor die klant. Het is wel mooi, maar het heeft ook weer een keer zijn inderdaad dat die bidogedachte wat minder is. Dat is natuurlijk voor de traditionele wel jammer. Ja. Maar over traditionele gesproken, Kumite. 100 man. Traditioneel. Traditioneel, dan dat wordt het eigenlijk niet. Dus we hebben het proberen, die 100 man. We hebben met z'n allen, als International Muay Thai, we hebben geprobeerd om dat, also, die 100 man traditioneel te laten gebeuren, zoals de Kyokushin is uitgevonden. Okay. Zonder bescherming, 1,5 minuut en we kijken waar het schip strandt. Is het zo uitgevonden, Kyokushin? Ja. Want dat is een stukje geschiedenis dat mij ontbreekt en dat vind ik wel heel interessant om even te horen. Ja, kijk, toen Oyama, de grondlegger, Soso Oyama, die trainde eigenlijk best wel veel verschillende stijlen en uiteindelijk... maakte hij zijn eigen stijl. En een van de dingen die bijvoorbeeld het karate van toen de tijd... waar veel problematiek mee was... is hoe trainden ze met elkaar? Want uiteindelijk was het geënt op zelfverdediging. Dus sloegen elkaar in de keel, in het kruis. Ja, dat is met sparren best wel een dingetje, ja, weet je wel. Ja. Dat gaat hard. Gaat niet lang vol, nee. Ja, nee. Zeker als je bij 3 Gordo's traint, dan wordt het echt... Ja, precies, het was al niet leuk, maar dan wordt het nog minder leuk. Door de 3 broers in je nek. Ja, nee, dat wil je ook niet. Nee, dus uiteindelijk heeft hij dat Kyokushin karate met een hele groep mensen... in elkaar gezet. En
ja, uiteindelijk is daar een wedstrijdsysteem uitgekozen waar, zoals Karsje Geer al zei, van ja, ze hebben daar het makkelijkste uitgehaald. En ja, toen bleef eigenlijk het hele harde over. En eigenlijk kreeg het zo ook heel snel de naam als zeggen het eerste echte full contact karate. Waar zeg maar wordt gestreefd naar knock-out, knock-down resultaten. Juist. Ja, en of dat dan uiteindelijk door de jaren heen, in het begin zaten daar geen low kicks bij. Nee, helemaal niet. Wist niemand wat het was? Nee. Je had per ongeluk uitgevonden een low kick. Nee, dat is wel uitgevonden door de Japper. Okay. Ja. Maar short time mocht je naar het hoofd doen, dus het open hand naar het gezicht. Mm. Dat hebben ze ook eruit gehaald. En toen kwam de low kick erin. Dat noemde het ook de Kyokushin shuffle. Okay. Toen wij het eerst meemaken, Wedel, Scharrenberg en ik en mijn broer. Dan kregen we zoveel schop op ons benen, we wisten niet. Gebeurde, ja. We trainen bij Kallenbach en bij Plas, dat waren allemaal traditionele mannen. En toen kregen we het schop op ons benen en dacht, jezus, wat is dit man, dan kon we niet meer lopen. Zo. En als iedereen een mank, dan noemde ik je ook cheer shuffle. En toen zijn we dat weer gaan evalueren. Ja. Okay, hoeveel ja. Lokiks heb jij gehad bij jouw 100 versus 1? Ja, veel. Veel, hè? Hoe bereid je daarop? Zelf, mentaal en fysiek ook. Kijk, als eerste, Dit is zonder dat ik het wist in de voorbereiding al geweest vanaf moment 1 dat ik die sportschool in Den Haag binnenstapte. Toen begon dat eigenlijk al, want sowieso low kicks is een way of life. Dat zie je ook nu aan vechters die gaan even vechten, die komen uit de bokswereld en die gaan even een MMA partijtje doen. Als je dan low kicks gaat krijgen, je zag het in de K1, je ziet dat nu bij de UFC weer, dan ben je verloren. Zeker. Als je daar geen antwoord op hebt, dat is dus al een dingetje. Zeker. Ergens denk ik een jaar of 4 geleden besloten we... Had ik eigenlijk in Nederland al best wel lang en veel gevochten. En toen zei ik van het enige wat ik nog niet, waar ik niet heel veel gevochten had, was Japan. Toen zei ik van we gaan duur daarop focussen. Ja. Toen zijn we echt, ik denk wel 10, 12 keer zijn we naar Japan geweest om daar te knokken. Zo. Ja, en dat was echt, dat ging ook goed. Andere stijl, andere manier van vechten. Andere organisaties? Verschillende organisaties. Daar staan wij eigenlijk wel een beetje onbekend, dat wij echt overal vechten. Leuk. Ja, dat is ook interessant. En eigenlijk steeds daarna ging ik er naartoe leven. En dat ik uiteindelijk ergens twee jaar geleden, toen viel het idee, zeg oké, zo wil ik dat graag afsluiten. En ik had eigenlijk 3 doelstellingen. 1, uitdaging. Want laten we het gewoon heel eerlijk zijn. Mensen die Kyokushin, wij vechten omdat we willen vechten. Ik vecht niet voor je geld, hoef ik allemaal niet. Nee. Ik vecht om... maar tegenstand te kunnen overwinnen. En het liefst een hele sterke. Dat vind ik het allermooiste. Ja. Voor de eer. Voor het eergevoel. Gewoon voor het vechten. Ja. Primair. Ja. Om vechten. Ja. Dus dat betreft was natuurlijk een hele interessante uitdaging. Want sommige van de jongens die er waren, daar heb ik tegen gevochten en zo. Dat was eigenlijk allemaal nooit geen probleem. Gewoon hele goede partijen gedraaid en zo tegen de jongens. Een hele goede tijd gehad. Alleen nu verschillende van de jongens achter elkaar met verschillende gewichten en verschillende ervaring. Ja, dat was natuurlijk echt mega uitdagend. Een ander punt was, wou de sport in de goede kijker zetten. Ik had besloten, als ik zoiets geks ga doen, dan ga ik de mensen hopelijk nog 1 keer 1 les leren. En dat is dat onze sport fantastisch is. En het maakt niet uit hoe slecht je het hebt. Want dat zeggen we als vechtsportleraar altijd, hè, doorzetten. Hey, het doorzettingsvermogen, bla bla bla. Het is een heel mooi verhaal allemaal. Ja. Maar heel veel mensen praten over het doorzettingsvermogen als ze mudmasters rennen. Ja, maar man, dat heeft gewoon een begin en een eind. Ja. Maar het doorzettingsvermogen, en dat begint pas te komen op het moment dat jij 1000 redenen hebt die allemaal aanvaardbaar zijn om te stoppen. Echt allemaal goede redenen. Mijn vrouw wil het niet. Het is niet goed voor mijn gezondheid. Het is gevaarlijk. Maar er is 1 reden om het niet te doen. En dat is, ik wil het niet. Ja. Ik geef niet op, wat er ook gebeurt. En dat had ik voor mezelf besloten. Ik ben niet de meest nette vechter, de meest technische vechter, de meest mooie vechter. Mm-hmm. Dat weet ik ook allemaal. Maar ik geef nooit op. Ja. Nog nooit opgegeven. In mijn wedstrijdcarrière heb ik nooit opgegeven. En ook met deze ellende had ik al besloten, wat er ook gebeurt, ik ga niet opgeven. Okay. Dan maar, ik weet niet hoe ik het ga doen, ga niet opgeven. Maar dan heb ik als leraar, heb ik altijd een verhaaltje moeten vertellen, geef nooit op. Ja, ja. Dus mijn verhaaltje klopt nu ook. Ja, absoluut. Was er niks voor jou geweest? Nee. Nee? De 100 tegen 1? Nee. Ik kan niet tegen mijn verlies, joh. dan ga ik dingen doen die niet mogen. Ja, je zou liever dood neervallen dan dat je niet zou halen. Nee, ik laat het niet gebeuren. Nee, ik laat het niet gebeuren. Ik ben dan niet, dat kan ik niet handelen. Dan draait bij mij een knopje om en dan doe ik dingen die niet mogen. Precies. En dan, en
Dat weet ik ook. Ja. En daarvoor doe ik het niet. Ja, verstandig. Dan zeg ik, Cem, als jij het wil, ik waarschuw je. Ja. Ik heb hem ook in de kleedkamer gewaarschuwd, tevoren gewaarschuwd. Joh, weet waar je aan begint, dat weet je niet, maar weet waar je aan begint. Dat vecht is niks, want ik heb hem al 1000 keer zien vechten. Ja. Dat vecht is niks. Dat laatste stukje. Ja. Net uitleggen van, hey, je kan niet stoppen, vriend. Dan is het doorbijten, ja. Ja. En we gaan, met z'n allen moeten helpen. Ja. Om hem wakker te houden, om dat stukje, hey, vriend, je gaat bijna, blijf wakker. Door. Ja, het was wat dat betreft echt een hele zware dobber. Ook alles ook wat dat betreft komt aan. Kijk, weet je, je kan jezelf ervan... Je kijkt zo in de spiegel aan en zegt van, ja, oké, okay, ook als het zwaar wordt, ga ik door. Ja. Maar nogmaals, op het moment dat het echt gebeurt, het dan ook echt doen. Als je er staat inderdaad eenmaal, dan... En dat is waar het eigenlijk allemaal om draait. Ja, dat is het heftig. En dat was ook echt... ja, dat zeg ik ook heel eerlijk. Het was echt een... ik moest heel diep gaan. Ja, natuurlijk. Maar ik moest heel, heel diep gaan. Maar alleen als je het al ziet, of als je het al leest. Ik heb niet de volledige 4 uur gekeken. Hoef ook niet. Nee, maar ik heb wel, ik heb wel gekeken. En dat, alleen toen ik het las, dacht ik al van... Ja, maar dan moet je... Dat is pas doorzetten, inderdaad. Ja. Heb je het gevoel dat, dat ze alle 100 harten tegen je aan gingen? Nou, het wisselde een beetje. Wisselde. De ene mastte je een beetje en de andere dacht van, ja, bekijken, kijk, maar ik ga ervoor. Ja, maar ik stond aan de zijkant. Ik zeg, ga hem niet redden. Niet matsen. Nee, je moet hem slaan. Alleen, als je ziet dat iemand een blessure hebt, is het heel simpel als je daar vers in komt om de blessure te trappen. Dus je trapt hem op zijn andere been. Ja. Want hij moet wel pijn hebben. Hij moet wel weten wat hij doet. Want anders krijg je die K-verhalen. Mag hoor. Van, ja, maar dat zijn kinderen. Dat zijn, ze doen dit niet. Nee. Het is heel simpel om in de 88ste partij om zijn been te trappen als hij helemaal met elkaar zit. Want als je een lekker partij één loki krijgt, heb je 88 lokies gehad. Kan niemand pakken. Niemand. Nee. Niemand. Nee. Niemand kan dit pakken. Dat lijkt me ook niet. Nee. Dus dan zeg je, joh, weet je wat, pak het andere been even. Begin met 88 op het andere been. Precies. Maar laat hem staan. Maar laat wel zien dat hij het niet cadeau krijgt. Dat hij niet krijgt, absoluut. Nee, want die praatjes zijn zo in de wereld. En de beste staan aan de zijkant, maar die doen niks. Nee. Een zak popcorn en een colaatje. Nee, maar wat dat betreft kan niemand je ook wat zeggen. Ja, maar dat laten ze ook niet doen. En ik laat het ook niet gebeuren dat iemand wat kan zeggen. Nee. Daarvoor deed ik ook het laatste partijtje van, hey vriend, je krijgt ze gewoon. Nee. Ook de laatste partij krijgen ze gewoon. Alleen, dat is voor mij heel makkelijk. Met mijn kunde, om hem in elkaar te trappen, dat ik niet red. Nou, wat is daar de doelstelling van? Niks. Nee. Niks. Het is een uithoudingsvermogenstrijd. Strijd, ja. Verder niks. En ik zei het ook tegen mijn zoon. Ja, ik ging met interviewen tegen 100 mensen, heeft gevochten. Heeft hij gewonnen? Ik zei, nee, maar daar ging het niet om winnen. Nee. Het ging, volgens mij is het meer een mentale strijd. Ja. Lichamelijk natuurlijk ook, maar het is voornamelijk een mentale strijd. Ja. Ja, je komt echt... Je komt je eigen tegen, je komt op een plek waar je eigenlijk, dan moet je in je leven niet te vaak komen. Nee. Dan moet je echt, en ook lang, echt relatief lang, echt uren, waar je echt gewoon, alles komt voorbij. Zeker. Alles komt voorbij, van waarom doe ik dit, weet je. Maar dan krijg je het weer het makkelijkste is opgeven. Ja. Absoluut. Dus hetzelfde als sommige mensen hebben bijvoorbeeld zo'n regel als ze nachtmerries hebben, dat ze gewoon zich aan een bepaalde gedachte vasthouden. Dit is niet anders. Hmm. Waar je aan vast moet houden, het maakt niet uit wat voor gedachte er bij mij opkomt. Het maakt niet uit hoe moeilijk het had met een tegenstander of hoe makkelijk. Het maakt niet uit. Enige waar ik aan denk, het maakt mij niet uit wat. Ik groet af, ik groet weer aan en ik ga door en ik stop pas op het moment dat de teller 100 heeft gepasseerd. Ja. Wauw. Dat is enige gedachte. En om eerlijk te zijn, heeft dat me ook gered. Kijk, ik had natuurlijk ook gehoopt, en dat is utopische gedachte. We hadden natuurlijk allemaal gehoopt, weet je, met techniek, uithoudingsvermogen en zo. Ja, dat heeft me zeker wel wat, zeker mijn uithoudingsvermogen en incasseringsvermogen heeft me heel veel gebracht. Ja, zo, absoluut. Daar heb ik ook heel veel door de jaren in op gewonnen ook. En dat kunnen we lijf uitdelen. Maar stukje bij stukje viel dat allemaal weg. Alle dingen waar je normaal op kon vertrouwen, duurconditie, dat viel allemaal weg. Alles wordt je in die test, wordt weggepakt. Ja. Er blijft niks van over. Het enige wat overblijft is de wil om door te gaan. Maakt mij niet uit wat er gebeurt. Je zal doorgaan. Stop nooit. Ja, maar dat is ook het enige wat je overhoudt. Want mentaal, maar het is net ook wat hij zegt. Want je krijgt elk excuus om te stoppen. Ja. En dat is het makkelijkste van alles. Stop, dan ga ik kies. Ja, absoluut. Hoe reflecteer je dat op? Want dit inspireert mij gewoon als je dat dan neerzet op het dagelijks leven. Weet je wel, hoe, daarvoor doe jij geen Kyokushin. Ja, waarschijnlijk. En misschien is het wel dat mensen... Ik hoop ook dat mensen allemaal gewoon even
eventjes keelkens ingaan, mm-hmm. doen. Om te voelen en te proeven van, oh, dat, hun doen dat zo. Precies. Dat zou ik wel willen. Okay, dat zou ook een stuk schelen in de sociale omgang in de ring met mensen. Hmm. Ik ben ook niet de makkelijkste hoor. Ik heb ook dingen gestoute dingen gedaan. Alleen alles volgens mijn regels. Ja. Ja, ja. Ja. Duidelijk wel. Ja, ik heb persoonlijk niet gedaan, inderdaad, zoals je het zegt. Uh-huh. Maar het inspireert wel je verhaal, weet je. Want ja, in je leven krijg je genoeg tegenslagen om te stoppen ook, met dingen. En ja. Dat is ook eigenlijk waar het derde punt op gebaseerd was. Uh-huh. Is uitdaging, de sport. Laten zien wat een fantastische sport we hebben en waar je het zelf toe kon zetten. En het derde was, bijna al mijn voorgangers die dit hebben gedaan, die hebben dat gedaan... om eigen redenen, maar ook sommigen waren erbij die ja, om bij die aparte groep te horen. Bij de elite te horen. Ja, voorheen waren er 25 jongens op Wikipedia die stonden, die allemaal officieel dit gedaan hadden. Ja. En er waren er best wel veel die dit gedaan hadden, gewoon ja, om te laten zien, kijk, ik hoor daarbij. En daar is niks mis mee, nee. Maar ik... Die insteek hadden we niet. Nee, en toen zei ik van oké, maar ik wil er toch nog iets anders aan doen. En toen hebben we besloten, we gaan dit doen voor het goede doel. Voor het doel, ja. Ja. Dat zag ik inderdaad ook voorbij komen. Hartekind was dat toch? Ja, Stichting Hartekind. Stichting Hartekind. Waarom die stichting? Ja, dat is een goede vraag. Afgelopen maart kreeg ik een tweede kind erbij. Okay. En ergens in week 8, toen hij zou naar het bureautje gaan voor de controle. Mm-hmm. En ik zit in het vliegtuig om naar Osaka te vliegen. Ja. Om daar te gaan knokken. Ja. Eigenlijk voor de laatste keer dat ik in Japan zou knokken was afgelopen... November toch? Nee, juni. Pak een beetje. Ja, juni. Ja. De laatste keer dat ik geknokt heb was juni, ja. Telefoontje. Ik kreeg een telefoontje van mijn vrouw. En die zegt, joh, je moet even luisteren naar... Dus in het ziekenhuis. Ik zeg, oh, wat is er gebeurd? Ben je gevallen of weet ik veel wat? Jammer. Ja, toen zei de arts zegt van ja, uw kind heeft een hartafwijking. Zo. Ik zeg, oké. Ik zeg, gaat dat daar gebeuren? Zeg, ja, we gaan opereren. Ik zeg, nou, luister. Als de vliegtuig moet stoppen, moet ik nu zeggen. Nou, een taxi. Ik loop nu naar voren, maar dan stap ik uit. Ja. Zegt ze, nee, kijk, waar gaat u naartoe? Ik zeg, nou, ik ga naar Japan toe, dit en dat. Ik zeg, hij gaat wel opereren. Het moet ook wel snel gebeuren, maar binnen... 4 weken. Oké. Okay. 4 weken, 2 weken, dat is de laatste. Het gaat niet binnen nu en 3 dagen gebeuren. Nee, precies. Okay, ik zeg, nou, dat is mooi. Nou, toen kwam ik in ieder geval bij daar naartoe knokken. Kwam lekker terug weer. En uiteindelijk, ja, toen kwamen we erachter van, er moet wat aan het hart gebeuren. Moet operatie gedaan worden. Uiteindelijk wordt de operatie gedaan. Ja. En het pakt goed uit. Dus ik was heel blij. Ja, heel gelukkig. Maar ja, dan zie je daar, ben je daar in die operatiezaal, dan zie je daar allemaal mensen lopen. Kindjes, ook volwassenen. Waar het niet zo goed met uit was, gepakt nog, hè. Mm. Die hadden 1 operatie, net niet. Nog een operatie, net niet. En toen dacht ik bij mezelf, zo man, dat is ook een strijd. En zo. Die kinderen, ja, die kunnen echt niet opgeven. Nee. Die weten dat helemaal niet, omdat ze zo jong zijn. Maar die kennen, als die opgeven, dan is het klaar. Einde verhaal. Absoluut. Dan kan je met 100 geloven komen, ze gaan naar een betere plek, dit en dat. Ja, oké, okay, mooi wel. Maar hier is het klaar. Ja. Hier is het klaar. En toen, toen keek ik de boys aan van de club en de leraren. Naast Kansjegeer heb ik nog een trainer / vriend, dat is Sensei Robert uit Limburg, mm-hmm. Ashigaru. En heb gezegd, we gaan het voor een goede doel doen. Er zijn echt hele goede doelen, maar dit raakt ons op dit moment. Tuurlijk. Dichtbij. En, het was dichtbij, dus laten we dit pakken. En nogmaals, ik ben voor een heleboel andere goede doelen, als ik ze allemaal kon helpen, zou ik het doen. Ja. Maar we hebben nu deze gekozen. Je pakt toch wat dichtbij hart is. En dat is het mooiste van alles inderdaad. Want naast de eer en naast bij dat groepje te zitten... is het ook mooi om dan wat terug te doen. Heb je nog een goede opbrengst? Dat horen we de 15e. Ja, de 15e hebben we het Europese kampioenschap in Den Haag. Okay. En daar doen we de hartcheck. We zijn nog aan het tellen. Oké, en ondertussen kan er nog steeds gestort of gedoneerd worden? Ja, dat kan zeker, ja. Hebben jullie daar een speciaal iets voor of een link of iets dergelijks? Ja, de link die staat op de site www.oneagainst100.tk. Oké. En daar kunnen mensen zeker tot en met de 15e kunnen ze nog gewoon op doneren als ze dat willen. Doneren. Ik ga dat sowieso, ga ik daar even een linkje doen onder YouTube of waar ik het ook neerzetten en dan... Ja. Maar dat is niet ons doel geweest. Nee. Want iedereen doet dat alles voor het goede doel, om de eigen
Om zichzelf te laten zien, nee. Maar daar zijn we niet voor. Nee. Maar we doen het wel. Ja, absoluut. Maar niet, dat is niet nummer één. Nee, precies. Het is niet voor je eigen parochie en eigen ding. Echt om te helpen. Dus ja, precies. Ja. De sport is al belangrijk. Ja. Want daar, dat is ook, jij haalt dat zelf ook al aan. Ik denk ook echt dat, of het nou Kyokushin is. Wij zijn toevallig heel erg pro-Kyokushin. Mm-hmm. Maar bij mij in de sportschool, die jongens leren ook kickboksen. Die doen ook kickboksen. Ik heb jongens zeggen, ik vind Kyokushin hartstikke leuk, maar ik vind kickboksen leuker. Heb ik veel bij. Ja. Maar budo sport kan mensen echt helpen. Daar zijn we wel van overtuigd. Ja. Ja. Discipline. Ja. Alleen die leraren tegenwoordig, die hebben dat weinig of niet. En die gooien het dan, die roepen ook oes en die begon niet wat ze zeggen. Nee. Ze schrijven het verkeerd. Ja. OES. Ja. Ja. Ja, en het is OSU. OSU, ja, precies. Ja, en dan schrijven ze het verkeerd en zeggen ze het verkeerd en leggen ze het verkeerd uit, omdat ze het zelf nog nooit mee hebben gemaakt. Dat, mm-hmm. dat is wel jammer. Want ze willen wel bij die groep horen als budo en allemaal oesje, maar ze weten begon niet wat ze zeggen. Kan je nu voor eens of voor altijd vertellen wat het eigenlijk inhoudt, oes? Dat is een bevestiging van alles. Ja. Van alles. Dus als ik iets tegen je zeg, ja meneer, maar doen we op het Japans, want in Iran zeggen ze geen ja meneer, maar dan zeggen ze iets in het Arabisch of weet ik wel wat. Als je dan oes, dat is een woord dat iedereen begrijpt en als ik dan tegen je zeg van joh, druk je eigen op en zeg je oes, want je hebt het begrepen en je gaat het doen. Precies, het is een bevestiging. Maar als je het niet snapt, zeg je ook oes. Ja. Dat is heel makkelijk voor mij. Ja, en wat ook, waar het ook heel goed, didactisch werkt het ook heel goed. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een leerling die vraagd was, en er zijn 22 leerlingen in de klas, maar eentje die vraagt wat. Mm-hmm. Maar terwijl jij die vraag aan het beantwoorden bent, hebben ineens drie die denken, oh maar wacht even, hey, dit is ook voor mij. En iedereen staat in die houding, in de Vuur Dutch houding, dat is ook zo lekker met karate, zijn allemaal dezelfde houding. Mm-hmm. En dan ineens gaat de leraar over dat hij het ineens naar die enkele leerling, naar die meerdere leerling, ineens naar de hele klas spreekt. Maar dan is het wel heel fijn, op het moment dat je klaar bent met spreken, dat heel de klas oes zegt, want ze weten ook van, oké, mooi, ze hebben het allemaal begrepen. Begrepen, ja. En daarna heb je heel vaak iemand, die steekt dan misschien nog een keer zijn hand op, oes, sensei, mm-hmm. oké, mooi, dit is nu de vragende oes. Ja. Wat wil jij weten? Ja. En, maar dat is zo, dat is zo veel fijner in de communicatie. Ja. Oké. En wat het mooie is, mensen hebben dit echt heel snel door. Als ze bij ons binnenkomen, dan leggen we ze het altijd uit en in het begin zeggen ze, oh, wat is dit? Een soort sect of zo. Ja. Maar uiteindelijk kom je erachter dat als je heel hard aan het werk bent, en vooral als je een beetje in je reptiele brein glijdt, omdat je heel erg veel, als je een beetje diep gaat met een trainingje, dan zijn simpele dingen zijn het fijnst om mee te werken. Ja. Dat werkt gewoon heel fijn. In plaats van dat je allemaal, kijk, wij communiceren best wel gearticuleerd. En we hebben best wel heel veel, sommige mensen hebben woordenschat van hier tot anderheid van de wereld. Maar ja, gaat dat nog maar eens allemaal op de juiste manier, daar zijn ze gewend om daarmee te werken. Mm. Ga dat maar eens doen als je vermoeid bent. Ja, nou, dan is oes. Dan kun je beter twee woorden hebben om mee te werken. Ja. Ja. Absoluut. Oké, dus de 1 tegen 100. En toen dat klein was, uiteindelijk stond je tegenover sensei. Hoe zeg je dat? Sensei, klopt dat? Nee, sensei is leren als je derde dan bent. Ik ben negende dan, ik ben kansho. Zie je? Dus je krijgt dokter anders of een beetje in die kansho. Ja, kansho. Oké, dankjewel. Dus ik leer nog eens wat. Tuurlijk, dat is het mooie ervan. Absoluut, want dat is ook mooi, dan leer ik nu ook wat. Dus ik ben nu kansho? Kansho, ja. Oké. Nou, 100ste tegenstander, kansho. Ja. Hoe was dat? Heeft hij nog extra? Heb je hem extra, af en toe even extra trap gegeven? Nou, wij kennen elkaar al heel lang. Ja. Al vanaf het begin af aan dat ik vecht, zit kansho in mijn hoek. En we kennen elkaar best wel goed, dus ik wist ook dat het ging gebeuren. Ja. Sterker nog, dat was van tevoren al wat zo afgesproken. En ja, kijk, je hoopt natuurlijk altijd dat je 99 nog helemaal fris bent. En dat je dan mooi gelijkwaardig aan de bak kan. Maar op een gegeven moment na partij 30, 40, 50, 60 degradeert dat zo gigantisch. En dan weet je ook, alles valt weg. Ja. En ik heb eigenlijk, je hebt niks meer over. Alleen je hebt niks meer over, alleen die blanke ziel mm-hmm. en de wil om door te gaan. En dan heb je dat tegenover je en dan weet je, het gaat pijn doen. Ja. Maar ja, ook al gaat het heel erg pijn doen, dat is heel vervelend. Maar dan enduren we die pijn maar en dan gaat het maar weer door. Precies. Dus ik wist, dat wordt wel even 1,5 minuut... Bikkelen. Ja. Ja. Ja, en dat is zeker, ja, nogmaals, het is echt lastig als je zelf gewoon bijna niks meer over hebt om wat te doen. Helemaal gesloopt. Ja. En toen was het voorbij? Wat was het gevoel daarna? Was het euforie of stort u gewoon in? Ja, eerst was het voorbij. En je mag het zo vertellen, maar mijn ervaring was, hij was er niet meer. Nee. Dat was mijn ervaring. Ja. Ik ken hem al zo lang, maar hij mag zelf zijn ervaring vertellen. Ja. Maar ik denk,
ik dacht, die is er niet meer bij. Nee, maar het is ook wel begrijpelijk. Tuurlijk. Na 100 tegenstappen. Na 1 ben ik er waarschijnlijk niet meer bij. Maar, maar van buitenaf inderdaad, dan zag je niet meer de gym uit zijn ogen kijken zoals je gewend bent. Nee. Maar dat wist ik ook van tevoren. Zo dus, begrijp ik natuurlijk. Maar het viel me wel op dat hij niet op zijn hoofd te raken was. Dus die attentie van overleven was heel hoog. Maar mocht het wel op je hoofd? Ja. Oké. Okay. Oh, dat is de mijne. Oh. Dat is de mijne, ja. Oh, dat is niet erg. Blijft hij afgaan? Nee, kijk ja. Oké, dat is geen probleem. Ja, nee, maar wel ook gewoon naar het hoofd. Maar naar het hoofd heb je veel gepareerd? Of heb je nog een paar goeie gekregen? Nou, een paar keer ben ik wel geraakt. Maar ik kan ook wel wat wegbijten. Precies. Weet je, ik doe het al langer en zo. En nogmaals, ik heb ook een kickbox en een box achtergrond. Ja, ik incasseren lukte wel. Ja, zeker wel. Allemaal zonder bescherming ook. Ja. Allemaal bare-knuckle. Ja. Zo heftig, man. Ja, en wat heel erg was, dat ik het geestelijk wel goed kon bolwerken. Ik hoorde best wel goed wat er gezegd. Alleen doordat alles afbrokkelde, kon ik het gewoon fysiek niet meer... Niet meer behouden. Nee, ja, gewoon als je dan iemand hoorde praten, dan denk je, oh, ik draai me even om. Ja. Maar dat ging dan echt, dat was echt slow motion. Ja, precies. Zo zag het ook. Ik zag mezelf dan later een stukje terug en dacht, jeemig, hé. Van een lijp, joh. Ja. Doe ze even normaal. Maar je hebt het wel, zeg maar, de laatste partij, heb je wel voor jouw gevoel bewust meegemaakt. Ja, zeker. Alleen, alles komt wel binnen. Alleen het verwerkingsproces gaat zo langzaam. Als je eenmaal in die adrenaline, in de reptiele brein lang zit, ja. dan dat is echt, uiteindelijk eindceremonie, dan zeg je even wat. Maar alles kost energie. Praten kost energie. En eigenlijk... Toen het laatste stukje voorbij was, toen zei de jongens van hij moet nu wel de ring uit. En toen ging het heel degradeerde het echt heel snel. En dat is ook iets wat we van tevoren hadden, wat heel goed onderkend. Dus het verzorgingsteam wat we bij hadden, bestond gewoon uit mensen met een medische opleiding, zelfs een arts, een echte arts erbij. Maar dat is wel nodig. Voor de zekerheid, je weet maar nooit, weet je wel. Ja. Gewoon, kijk, en zeker voor een test waar we, en wat ik nu zeg, dat klinkt misschien heel flink of het klinkt heel negatief, maar ja, ik ga het toch zeggen. Kijk, ik had van tevoren ook met de arts afgesproken. Ik zeg, de enige die het mag stoppen, dat ben ik zelf. Dus ook al gaat mijn hart alle kanten op, zolang ik bij bewustzijn ben en ik wil doorgaan, dan ga ik door. En als dat betekent dat ik het tot het ultieme moet gaan in die ring... Dan is dat zo. Zij het zo. Ik ben bereid om tot zover te gaan als dat het nodig is. Zeker. En val ik weg, ga ik oud of weet ik veel wat, ja, dan kan ik niks meer, zeggen, kan ik alles wel over zeggen, maar dan is het in de hand van de dokter. Ja. Ja. Zou het dan ook voorbij zijn als je echt oud zou gaan? Dan is het gewoon einde oefening. Volgens de regels? Onze regels. Oké. Okay. Ja. 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 Ja, dan kan je niet meer... Nee, maar... Je moet wel contact hebben. Precies. Ja. Als je geen contact meer hebt... Beweegt hij niet meer, maar je moet wel contact hebben. Ja, dat is het over inderdaad. Hij liet me even een filmpje zien van jouw UFC, een partijtje of zo meteen over hebben. Nee, maar de volgende dag. Ik zou stellen, er was nog een hoofdstukje voor de volgende dag. Oh, ja, er breekt nog iets, de nacht. De uren, echt gewoon, die dokter heeft in de kleedkamer echt moeten knokken. Om maar erbij te houden. Wow. Ja. En de dokter Andrea, die weet ook wel wie het is. Ja. En die heeft echt als een pro werk geleverd. Gewoon meerdere infusies erin. Zo diep gegaan. Ik had niks meer over. Er was niks meer over. En wat heeft ze moeten doen om... was het vocht wat ze inbracht? Glucose, zoutoplossing. Zo. Als je 0,2... Je lichaam neemt 0,2 op. Mm-hmm. Dus als je 0,4 induidt, gebeurt er toch niks. Want dan neem je 0,2 op. Alleen die ingewanden en die... Je gaat eerst... Ga je zweten. Dan heb je geen zweet meer. Dan ga je stinken naar ammonia. Dat haalt ook op. Dan gaan die ingewanden die gaan zeggen van... Doe het zelf maar. Dus er valt steeds wat uit. En daarvoor ga je ook niet meer zweten. Dus na partij 61 zag ik het al. Oh, dit is het gaatje. Zo. Niet door het putje gaan, maar dit is het gaatje. Dit is 62 partij. Dus we moeten hem goed wakker houden. Dat nu gaan al die functies gaan uitvallen. En dan blijft staan. En dan kan je 0,2 erin stoppen. En dan gaat hij s'avonds, na een paar uur, kreeg hij dan spaghetti met olijfolie. En toen zei die maag van, oh,
er is niks met de hand. Ik ga niet in overlevingsmode. Ja. Dus die maag gaat iets doen. Dan gaan die darmen weer wat doen. En dan gaat alles weer werken. Brand, ja. Ja, maar als je daar niks in stopt, alleen maar vocht en zout, dan is dat is het enige. Maar je moet die ingewanden en alles moet je willen activeren, dat het gaat werken met elkaar. Juist, precies. En dat heeft die dokter goed gedaan. Ja. Warm bad, want hij lag dat koud, want je bent gewoon heel diep. Ja, we hadden eigenlijk een ijsbad klaarstaan. Ja. Maar de dokter zegt van nee, dat kan er niet in. Nee, zegt hij, ze heeft die kool gemaakt, zegt hij, dat kan niet aan. Nee. Dan gaat hij hartstilstand krijgen. Dat lijkt mij ook, in zo'n geval. Ja. Dat zou, en dan moet ik wel zeggen... Wat een goed team. Heel goed team, ja. Ik had een hele goede collega, een leerling en een maat van mij, Tjeerd. Die had ik in de hoek staan. Ja. En... die heeft mij tot in de puntjes verzorgd. Ook op het moment dat ik niet meer goed fysiek kon reageren om naar de hoek te komen. Ja. Als ik me omgedraaid had, zat hij al naast me. En dan duwde hij al een fles met drinken in mijn mond. We hadden heel voedingsprotocol hadden we besloten. Uit mij zeggen ze, om de vijf partijtjes gaan we nu zoetigheid toedienen. Ja. Ook al wilde hij het niet meer. Want toen zei ik van, geef maar water. Nee, je krijgt geen water hier. En er werd gewoon een fles in mijn klep geduwd. Je hebt het nodig. Drinken. En dat zijn de dingen die je doorheen redden. Zo. Op een gegeven moment, je redt dat gewoon niet meer alleen. Ja, het enige wat je zelf redt is die mentaliteit. Ah. En voor de rest, gewoon goed luisteren, goed kijken. Wat is de situatie waar ik in zit? Hoe kan ik hieruit komen? Hoe kan ik proberen toch zo slim mogelijk te... Overleven. Ja. Overleven, inderdaad. Ja. Ja, en de volgende dag, helemaal beurs en blauw en helemaal gesloopt? Ja. Ja. Hoe lang heb je moeten herstellen? Hoe werd je wakker? ik had de eerste, doordat ik uiteindelijk na twee uurtjes rammen met de dokter, kon ik best wel weer wat eten. Mm-hmm. Dus toen ben ik weer gaan eten meteen. En meteen goede voedingsstoffen naar binnen gegooid. Ja. Heb ik eigenlijk een nacht wel goed geslapen. Wel veel pijn. Mm-hmm. Heel veel pijn overal, maar wel goed geslapen. En de volgende dag eigenlijk gewoon begonnen met een lekker warm douchen. En dan merkte je dus dat al je ledematen waren gewoon, alles was beurs, kapot. Zo. Beurs, ja. Beurs kapot, ja. Mijn benen. Heftig. Was echt zwaar kapot. Lichaam, alles was echt... Nog een blessure zou overgehouden? Of was ja. Het, ja. 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 Geloof ik best daar. Maar niet blessures dat je zegt van nou, ik kan dat niet meer of nee. Wat. Maar gewoon dingen waar je zegt, we zijn nu 3 weken verder, denk ik. Twee. 22 februari was het. Twee. Ja, zijn we twee weken verder. Iets meer dan 2 weken verder. Ja, en ik zit echt nog wel vol in die herstel. Geloof ik best. Gaat nog wel 4 weken duren. Dat geloof ik best, ja. Nu heb je er geen trein aan lopen. Ja, als je been brengt, doe ik 6 weken meestal tegenaan. Is dit voor jou wel het kerstje op je carrière? Nou ja, kijk, wat vechten betreft wel. Ja. Ja. Moet wel iets heel raars gebeuren of zo, maar dit is het qua vechten wel. Ik ben nu 41. En het is ook wel een beetje nu of nooit, zeg maar. Ja. Als je daar nog een paar jaar mee wacht, dan... Dat kan niet meer wachten. Je moet gewoon een volle je folio doen. Ja, en nu zaten we ook echt in het ritme. Hè, als ik kijk de voorbereiding, hoe we die hebben getroffen... We hebben niet zomaar wat gedaan. We hebben echt een periodisering opgezet. We hebben echt met een duurtrainer gezeten van oké, wat zijn nou mijn capaciteiten? Wat zijn mijn mogelijkheden? En hoe moet ik dat dan nu gaan aanpakken? Hoe heb ik heel mijn leven al getraind? Ja. Want dat zie je sommige mensen. Die trainen hun hele leven op een bepaalde manier. Dan gaan ze iets expliciets doen. En dan gaan ze helemaal anders trainen. Oké, maar daar ben je niet aan gewend. Nee. Nou, je moet die training zodanig tweaken dat het voor jou... Als jij vecht als een bulldozer, kan je wel zeggen... Ja, maar ik ga springen en ik ga erin en eruit vechten. Ja. Ja, maar dat gaat je niet opleveren op dat moment. Nee, en muscle memory natuurlijk ook. Hè. Je lichaam die reageert op een bepaalde manier. Hij herkent dingen op een bepaalde manier natuurlijk. Dus als er in één keer de andere kant op gaat... dan gaat je lichaam ook denken van... Wat is hier aan de hand? Dan krijg je zelfs gevaarlijke situaties. Ja, dus we hebben echt een goede periodisering weggezet... waar we eerst gekeken hebben naar intensiteit. Daarna zijn we vooral ook duur gaan werken... En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat, dat ik uiteindelijk niet erin gebleven ben, zeg maar. Nee, precies. En nu zit je hier. Bijna helemaal hersteld en alles. Ja. Je mag zeggen, bruut. Ja. Bent u dan ook nog trots? Hoe kijk je dan terug naar dit slagveld van 1 tegen 100? Ja, ik ben niet zo emotioneel met dingen, hoor. Nee? Nee. Alleen als iemand wat vraagt of kan of doet, dan sta ik 100% achter je. Ja. Ja. En op mijn manier. Dat is misschien niet de manier van dat andere trainers doen met handje vasthouden en op visite gaan. En ik sla hem 2 keer in zijn gezicht toen hij bij kwam. Ben je bij? Ja, vriend. Oké, dag. Ga ik naar huis. Dag, gekkie. Precies. Een schouderklop in een t-shirt was leuk geweest.
ja, dat... ik geef mijn kunde. Ja, en verder heb ik geen emotioneel... Ik ben niet zo emotioneel. Nee. Met maar, niks, hoor. Maar wel een gevoel van trots, toch? Neem ik aan. Ook niet? Nee, ik vind het... Ik ben trots... Niet, ja, trots is een groot woord. Hij moet trots zijn. Ja. Ja. Dan heb ik mijn taak gedaan. Ja, precies. Precies. Maar ik heb daar niks mee. Had hij niet gedaan, had ik het ook goed. Ja. Maar ga je doen. Oké, dan gaan we jellen, gek. Ja. Ga ik in een andere hoek staan en dan gaan we proberen eroverheen te praten. Ik ga wel 100 gekkies voor je zoeken. Het is gelukt. Want je krijgt... Koekenbakkers, nee. Nee, ik ga niet voor schut staan. Dan zeggen ze, ja, lekker die karatenstijl, zeg. Kom je daar met kinderen aan en een meisje van 53 kilo? Nee, ik krijg gewoon 100 mannetjes die terugslaan. Juist. En wil je niet? Wil je het van tevoren? Heb ik toch gezegd? Wil je het van tevoren? Ik zeg, ik ga 100 gekkies en ik kom als laatste, hè? Ja, precies. En hij zei ja. Als je dat wil, oké, dan gaan we. Ja, precies. Even kijken, want de stream, want we zijn nu op 2 platformen tegelijk. Instagram stopt binnen een uur, hè? Maar YouTube gaat wel door, toch? Oké, dus als je dit volgt, schakel door naar YouTube. Het kan zijn dat hij op Instagram stopt. En dan ga op YouTube verder, Epic MMA mee. We zijn al een uurtje verder. Het gaat snel, hè? Ja, dat gaat snel. Gezellige mensen. Ja, dat is het, hè? Dus het is nou bekend. Eerste keer dat we eroverheen zijn gegaan. Dus dat. Nee, ja, maar super tof, super tof. Ja, waar had het over? Ja, over geen 100 kinderen die dan tegenover waar hebben staan. Zeg. Nee, je krijgt echt. Waar we voor staan, want het verhaaltje wat ik al verteld, dat wij de hardste zijn, de beste. En dat zijn we ook. En de goeiste. En als dat dan laten blijken. En dan die test is voor mij dan, ja, we gaan hem neerzetten. Maar wel eens de beste. Wat andere mensen doen, in de gezin geen fuck. Nee. Ga maar met die nummer 61, vind ik ook goed. En hoe jullie het gedaan hebben, is ook fantastisch. Ja. Ik kan niemand af. Maar zoals wij het neerzetten, als internationale boerderkaai, moeten we de boeken in. Absoluut. En het is gelukt. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Partij 61 zag ik erbij al hangen. Ik denk, nou, hier moeten we echt gaan met z'n allen gaan praten en helpen en water erin. En weet ik wat we moesten doen om die 100 te laten halen. Mm-hmm. Ja. Ja. Zo. En nu we het hierover hebben gehad, dan moeten we natuurlijk heel eventjes terug naar... De old school. Naar de old school, daar moeten we wel eventjes. Als een MMA-fanaat wat ik ben, is het... Natuurlijk, naast dat het een heel gezellig gesprek is, is het toch wel MMA royalty hier aan tafel, moet gezegd worden. Vind je dat je te weinig respect krijgt voor de eerste partij in de UFC? Ja. Ja? Makkelijk, hè? Ja. Nou ja, de ja is helder, maar de waarom is natuurlijk nog het interessant. Ik denk dat ik een persoon ben die alles zegt en wat me niet zint. Al ben je Dana White. Ja. Of bij Piet Paaltjes. Ja. Ja, ik zeg wat ik. Ik ga niet nadenken wie voor me zit. Ik zeg gewoon wat ik voel en doe. Ja. Als ik de eerste Ultimate Fighter ben, de eerste gevecht van de wereld, de eerste UFC, absoluut, de eerste knockout. Klopt. En er is een feestje in Rotterdam en ik word niet uitgenodigd, ik geef mij doodvallen. Dat is zo. Dat is zo, ja. Maakt het dan. Ik heb niks met YouTube's en andere dingen allemaal. Maar dat doen die jongens allemaal wel. En dan staat de Hall of Fame, daar sta ik niet in. Ja. Dan tik je Geert Gedo in en zie je een silhouet in plaats van een foto. Ja. Schandelijk. Ja. Schandelijk. Ja. En niemand zegt er wat van. Niemand. Nee. Ik ook niet. Want dan denk ik mijn eigen. Waarom? Ja, maar dat is ook een. Dat is ook een goede vraag, want die bokser met die ene handschoen, die wordt wel geëerd. Meerdere mensen in uw tijd ook nog, hè? Ja. Want eerste excuus wat ik wou bedenken is, ja, maar dat was voor de Zufa-tijd. Maar ja, die andere jongens die ook in dezelfde tijd stonden, die worden dus wel geëerd. Waar zal het dan aan liggen? Omdat hun misschien Amerikaans zijn en het spelletje meespelen. Dat zou kunnen, ja. Ik speel gewoon spelletjes, ik ben gewoon recht door zee en voor mezelf zo eerlijk dat ik overal kan lopen met een opgeheven hoofd. Precies, dat je zelf in de spiegel aan kan kijken. Ik heb het gedaan en niemand kan mij, niemand, helemaal niemand, ik ken dat even naar, niemand. Nee. Ik kan ze niet afpakken, helemaal niks. En als ik niet zo gevocht had, maar dat snappen ze niet, mm-hmm, want ze hebben geen budo, ze hebben geen inzicht. Als ik niet zo gevocht had in de eerste UFC, had de eerste UFC nou niet op de beurs geweest. Nee. Omdat het juist zo spectaculair was. En ja, de sponsors trokken er eigenlijk terug. Het was vechten. Mm-hmm. Het werd allemaal gedaan door 8 vechtsporters.
Maar als je dan op de grond valt en je gaat met een Joodse jongen en je wordt weggeknepen, niemand ziet iets. Want al die Amerikanen zitten op de bank met een blik popcorn en cola. En die snappen dat niet. Nee. En ze snappen wel dat je iemand kan slaan en schoppen. Absoluut. Dus het is wel heel goed, allemaal heel goed gegaan tegenwoordig. Maar toen de tijd. Ze hadden, wie zijn ze eigenlijk? Ik weet het niet. Ik ook niet. Art Davies was dat toen. Hè? Davies hebben het gelijk verkocht. Ja. Met alle sponsors trokken er eigen terug. Alle sponsors, want het was zo gewelddadig. Ja. En toen heeft Zoufat uiteindelijk overgenomen. Die heeft er een andere sausje overheen gedaan. En maar dat had het over jaren later. Ja, en dan kwamen er twee Chinezen. Dan mag Dana White mag dan de touwtjes trekken. En dan is het zo commercieel goed opgezet. Het is grandioos voor de sport geweest. Mm-hmm. Ja. Het is zo geëvalueerd. Het is zo groot. Het is zo goed. Alleen, ze vergeten nu de sport. Precies. Want ik weet, ik ken, nou, 100 is wel veel. Laten we er gewoon 100 noemen. Ik ken 100 die gewoon in de UFC mee kunnen doen. Ja. En beter zijn we wat er nou rondloopt. Die kan ik morgen gewoon een blik van open trekken. Alleen die krijgen geen kans om eigen te bewijzen. Waar ligt het dan aan? Aan de commerciële instelling van het product. Mm. Ja. Want ik wil graag Piet tegen Jan zien. Of Klaas tegen Mohammed. Of Mohammed tegen Keesje. Ja. Als sport. Maar ja, dat interesseert helemaal geen fuck. Nee. Wat zijn de kijkcijfers? Ja. Wat moet je met ze mee krekken? Ja. Is een C-klassetje, joh. Ja. Is een bal gehakt. Vind je? Ja, vind ik een bal gehakt. Ja. Wat zie je hem ook staan? Vind je hem niet goed? Ik vind hem helemaal niks. Nee? Nee. Staan maar hij verkoopt zijn eigen zo grandioos. Ja, dat kan hij wel heel goed. Ah, dat is kan echt wel Amerikaans. Ja, ja. Terwijl het de Ier is, hè? Maar ja, ja, het zou wel Amerikaans. Hij kent het gewoon. Ja, publiek aan spelen hele dag. Fantastisch. Ja. Ja. En dan komt er een of andere Tjechen of een rare, hoe heet die gozer? Gabib. Nou, die liet die, er wel die even pak zien. Een beet en die man is zo sterk. Dat is een bankschroef. Ja. Ik vind hem ook niks, hoor. Nee. Qua vechten vind ik hem helemaal niks. Nee. Alleen die man is zo sterk. Op de grond. Ik vind hem niks. Op de grond ook niet? Qua sport, onderwijs sport, vind ik dus alle twee niks. Okay. Maar gewoon niks. Nee. Alleen, dat kun je snappen heel goed. Juist. Dat is fantastisch wat ze kunnen. Ze pakken je beet en dan komt er niemand vandaan. Maar wat doet hij eigenlijk? Hij knijpt je gewoon naar zo'n alaconda, dan knijpt hij je dicht. Ja. Maar hij doet niks. Nee, oké. Okay. Maar je komt er niet onder vandaan, hè? Nee, precies. Of je nou zwarte man jiu-jitsu bent, 88 stuk dan karate, je komt er niet meer vooruit. Nee, klopt. Tot ze dat kun je dadelijk doorhebben, hoe ze hem dat ze eigenlijk niet moeten laten pakken. Ja, dan kan je ook weer naar huis. Dan evalueert hij weer. Maar dan zitten wij te denken, hey, zou je Habib graag tegen die willen vechten of tegen die willen vechten? En dan krijgen we een mooi sportding. Nou, interesseert helemaal niemand. Nee. Ja, niemand. Nou, behalve als er natuurlijk een mooie show en een mooie verhaallijn erop zit, dan weer wel. Maar ja, ik als sporter kijk als sportman. Die kijkt niet commercieel. Ja. Had ik het maar gedaan, had ik nou miljonair geweest. dat zou best kunnen, ja. Dat 100% zeker. 100%? 100%. Oké. Okay. Wat doen die gasten nou in Harry Hoofd? Die zit nou in Amerika. Harry Hoofd, ja. Ja. Oh. Die doet zijn ding daar, want dat kan die. Ja, precies. Ik zou het niet kunnen, hoor, maar hij doet het gewoon. Hij doet het wel, fantastisch. Ja. Andere mensen, oh fantastisch. Precies. En dan zie ik er overheen en dan zie ik dat vechten en denk maar... Qua vechten, wat is dit, man? Ja. Qua vechten, hè? Want ik ben heel objectief. Ik kijk naar vechten. Ja. Hoe doen ze het? Hoe kan dat? Hoe gaat dat? Hoe dit ook, dat? Ook binnen de regels natuurlijk, want binnen de regels van de Unified Rules of MMA. Nu hebben ze wel regels natuurlijk. Ja. Dat is ook heel mooi geweest dat ze nou gewichten hebben. Precies. Met handschoentjes. Het is gewoon goed. En ze verdienen goed geld. Dat ook. Absoluut. Alleen ja, dan verdienen ze goed geld. Hup, en dan ga je weer. Dan gaan ze weer ramen van een bus in elkaar gooien. Ja. Weet je wat je nou doet met die klantjes? Je moet je buren bijbrengen. Jij vecht gewoon niet meer, gekkie. Ja. Dat heb je wel dan bijvoorbeeld bij One Championship. Ja, je hebt het overal, behalve daar niet. Ja, maar precies. In Azië, bij One Championship, heb je zeg maar de vechters, die mogen niet eens vloeken. Die mogen niet brutaal zijn, die mogen niet vloeken, mogen niet trash talken. Het gaat om het vechten. Juist. En dat is wat je moet doen. Ja. En anders krijg je een berisping of wordt ze zelfs geschorst. Maar deze organisatie wordt nooit zo groot als de UFC. Ik zou je wel zeggen, ja, ze hebben meer kijkers dan de UFC. Ja. Meer kijkers, en omdat ze in Azië zitten natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar het is een Aziatische vechtsportorganisatie, die doet Muay Thai, MMA, alles erop en eraan. Ja. En die doen het iets meer, ze zijn wel commercieel, er moet geld verdiend worden. Maar ja, niemand komt in Amerika, want dat houden ze heel goed tegen. Ja, precies. Ze doen het heel erg... ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel zo. Maar... Ja, ze hebben wel meer die Bido-gedachten nog wel in hun organisatie. Ja, omdat het Aziaten zijn. Ja, precies. Er zit toch een klein beetje nog het goed het aan, goed en het dingetjes.
Tuurlijk mag je... Kijk, weet je wat die gekjes allemaal willen? Die willen Keesje Klee nadoen. Ja. Er is maar één Keesje Klee, die zei het en die deed het. Ja. Dan gaan ze een beetje imitatie doen, wat helemaal niet bij hun past. Ja. En dan wordt het gewoon een stelletje clowns. Ja. Maar Jim, je hebt ook MMA gedaan, hè? Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, zoals ik zei, om heel eerlijk te zijn, hoorde dat een beetje bij onze opvoeding. En ik dacht ook altijd, ik keek toen de tijd, de eerste UFC's, Pride, dat soort evenementen. En ik dacht ook eigenlijk van, weet je wel... Dat is wat ik wil. Ja, dat is wat ik wil, ja. En daar kwam ik eigenlijk achter dat ja, om zulke dingen neer te zetten, heb je dus twee... mensen nodig. Mm-hmm. En dan kom je er al achter, ja, waarom heeft Pride dan dat soort partijen? Nou, omdat hun de beste van de wereld uitnodigen. Ja. En die twee willen alle twee. Ik vond heel vaak dat het, ik ervaarde heel vaak MMA en het Valetudo. Dan, ja, het was eigenlijk liggen op de grond. Mm-hmm. En ik als strijker, ja, dat was gewoon... proberen niet in de ellende te raken op de grond. Ja. Defensief spelen en op een gegeven moment werd ze weer staan. En dan probeer je een gat in je kop te slaan. Dan weer gaan, ja. Ja, dat was het eigenlijk een beetje. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat die evolutie toen... toen kon je als staande vechter met een gedegen kennis van zaken op de grond... kon je echt nog een end komen. Precies. Dan moet ik nu wel even de kanttekeningen bijzetten. Daar ga je het nou niet meer mee redden. Het is nu wel, wel anders. Nee, nee, als je nu, nee. Als ik zie wat wij toen deden op de grond... En ja, daar kwamen we echt best wel... Daar kwam je gewoon echt een heel eind mee. Ja. Maar als ik zie wat de jongens nu moeten kunnen op de grond... Ja, jezus, dat is, die evolutie is gigantisch. Ja. Is gigantisch. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen dat nu ook heel uitdagend vinden. Absoluut. Maar aan de ene kant heb je dus toch wel het respect voor de veelzijdigheid van de vechters. Maar aan de andere kant is het ook wel van... Ja, het commerciële, dat is dan weer een beetje jammer. Ja, dit moet niet en dat moet niet het overhand nemen. Nee. Het moet echt een balans. Ja, dan krijgen we weer yin en yang en dan krijg je het weer. Ja. Dan zitten we weer. Ja. Maar ja, er zijn een paar van die gastjes die dat eruit schieten. Gedraag je. Ja. Misdraag je eigenlijk ook maar op de plek waar het mag. En dat kan. Dat is ook een van de dingen waar wij het ook heel erg over eens zijn. Ik zeg dat ook tegen mijn jongens die aan het vechten zijn. En die inmiddels ook al, sommige jongens zijn inmiddels ook al kampioen ergens in. Dan zeg ik tegen die jongens ook, wees nou een goed voorbeeld. We hebben al zo genoeg slechte voorbeelden. Ja. Ja, jij krijgt nu allemaal dadelijk mailtjes en dingetjes allemaal via die apparaten. Bedreigingen. Dat ik dat zeg. Ja. Dan zeggen ze, ja, je hebt iemand zijn oog eruit gestoken. Ja. Ja, je hebt iemand zijn nek gebroken. Je hebt iemand, ja, heb ik allemaal gedaan. Ja. Ja, er stond nergens in een contract dat ik het niet mocht. Nee, niet? Nee, oké. Okay. Nee, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, het staat niet in de contract, ik heb het wel inderdaad gelezen, inderdaad, dat je vanuit UFC inderdaad, ja. Maar oké, okay, dus het stond niet in het contract dat ik niet mocht. Dat niet mocht? Ja. Dus dan mag het. Maar als sportman zeg je, ja, maar je mag niet bijten. Ja, maar als het er niet staat... Ja, dan mag het. Denk ik. Ja. En dan doe ik het dan ook. Ja. Want ik wil niet verliezen. Nee, precies. Dat had je al gezegd. Ja, ik ben geen... Ik ken er niet tegen. Nee. Dus dan gebruik ik alle middelen die in mijn contract staan. Precies. Om te kijken of ik... Ja, om te overleven. Om, om de dingen te doen. Ja, en dat is dan... En dan ga ik hier vertellen van, je moet net een jongen zijn. Ja, dat moet ook. Ja. Ik heb altijd netjes afgegroet. Ja. Aan en afgegroet netjes. En dan gaat die bel tot de andere bel. Ja. En dan kijk je altijd de rest van je leven in je spiegel. Van shit, ik heb tegen hem gevochten. Toen ik de laatste 2 jaar geleden kwam Rick Crazy dan naar onze sportschool toe. En zei hij van, waarvoor beet je mee? Dus ja, er staat er nog een rules. Ja. Ja, dat staat er nu wel in. Dus, ja. Het is ook weer een beetje legacy van jou misschien. No biting allowed. Ja. En, ik ben naar Kai geweest die ik zijn ogen eruit gestoken had. Ja. En ben gewoon op visite gegaan. Want het is NA. Ja. Hier heb je oorlog met mij. Dan krijg je het ook. Ja. En dan doe ik alles om de beste te zijn. Ja. Ik ben ook de beste van de wereld. Nog steeds? Ja. Of was je? Nee, nog steeds. Nog steeds? Nog steeds, ja. Durf ik te zeggen. Ja, dus, maar dan... Als ik zo niet gevochten had, joh, had die UFC niet bestaan. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Want ook, het blijft een heel veel afgespeeld filmpje dat jij tegenover Tuli stond. En, en natuurlijk het verhaal en de 3 tanden en 2 in je voet en in het publiek. En dat blijft een legendarisch verhaal natuurlijk. Ja. En dat mensen blijven er altijd nog over hebben. Mensen vragen er ook naar. Ja. Ik ben toevallig afgelopen zondag teruggekomen uit Amerika.
heb ik daar getraind met wat jongens. En die jongens waren voornamelijk Brazilian Jiu-Jitsu geschoold. Mm-hmm. En uiteindelijk toen, hadden we het even over achtergrond. Vroegen ze achter naar mijn achtergrond in dat. Toen vertelde ik over Karsje Gerard en zo. Maar zei ze ook van ja, maar... Fuck man, tanden. Hou op oud, weet je. Ja. Vertel eens een hele bende en zo. Dus het is echt... Maar ja. Ik moet wel zeggen, dat kunstje wat ik toen daar gedaan heb, ik dacht echt dat ik Bruce Lee was. Ja. Met mijn skills gewoon iedereen elkaar kan trappen. Maar dat dacht die bokser ook en die huge jongen ook. Iedereen dacht dat. Het was ook zo totdat je in de finale tegen Roy stond. En toen ben ik erachter gekomen wat we misten. Ja. Dat was een hele, hele harde leerschool voor mij. Wat ik helemaal niet leuk vind en vond en nog steeds niet leuk vind. Nee. Maar ik ben dat gaan trainen. Ik weet dat niemand mij meer dat ik me af hoef te tikken. Niemand. Nee. Niemand. Tot de dag van vandaag niet. Nee. Maar dat heb ik wel, is wel een leerproces geweest. Ja. Van shit. Dan zeggen ze altijd van je fouten moet je leren. Nou, dit is nummer 1 hoor. Ja. Hoe ken ik van zo'n gozertje? Ja, dat gaat hij knagen natuurlijk. Ja, dan denk ik maar, hoe ken dat man? Helemaal als je niet van verliezen houdt, dan vreet het je helemaal op. Heb ik hem uitgedaagd in Amerika? Ja. Dat was niet voorkomen hoor. Net als bij tennis, 3 of de best. Ja. Eén dag, één partijtje karate, één partijtje kickboksen, één partijtje jiu-jitsu. Maakt mij niet uit, wat de volgorde. Ja. En dan doen we het voor 1 miljoen. Ja. En dan doen we naar de kinderafdeling in Amerika. Ja, nou, hij moet nog komen. hij kan nog, volgens mij heeft hij nog 3 jaar geleden ook nog gevochten, Royce. Ja. Dus wie weet. Nou, de best of 3 wil ik wel doen. Best of 3. Maar dan doe ik zijn spelletje. Ja. Maar dan moet ik ook mijn spelletje doen. Zo, tot de dag van vandaag nog. Ja, dat maakt mij niet uit. Dat zou wel gek huis zijn, hè. Nou, wie weet, mijn Bellator komt misschien naar Nederland. Hij is een Bellator spokesperson, dat weet ik maar nooit. Maar je zal net zien dat ze dan jou wel bijvoorbeeld uit zouden nodigen. Dat zou me wel iets verrassend zijn voor Bellator om juist wel te doen. Want zij hebben nu ook Royce Gracie naar voren als gezicht van Bellator. Terwijl het eigenlijk toch een UFC gezicht is om het zo te noemen. Ja. Maar dat is wel bijzonder. Want iedereen kan gewoon tegenwoordig elkaar bereiken. Mm-hmm. Ja, dat is wel het voordeel. Voordat we live gingen, hadden we natuurlijk over technologie en voor- en nadelen. Maar dat is wel een duidelijk voordeel. Ja, maar ze weten hem niet te vinden. Jou niet, nee. Nee, ik ben gelukkig dat je bent. Ik vind het echt, ik zeg het gewoon, schandalig. En ik zit er niet mee. Nee. Maar voor de sport, dan zeg ik, hey, waarvoor haal je die Pieper de Clowns wel naar voren toe? Ja. En degene die het wel gedaan hebben, en dat kan niet, het bewijs is dat. Absoluut. En dan is er een feestje in Rotterdam en dan word ik niet uitgenodigd. Ja, tot twee keer toe. Al zou ze alleen maar bellen dat ik niet kan, oké. Maar dat is alleen maar bellen. Absoluut. Het is gewoon historisch. Maar mensen zijn je gauw vergeten, denk ik hoor. Ze weten het wel, maar ik weet niet op een of andere manier denken ze toch van... Hey. Ja, ik vind het heel apart. Ik heb wel een soort van trots. Want de allereerste partij is door een Nederland. De allereerste knockout. De allereerste UFC. De allereerste finalist. Want ja, finalist. Ja. Dus allemaal een Nederlander. En dat wordt... Op een of andere manier wordt het... Kijk, Bas Rutte wordt heel erg naar voren. Want Bas Rutte, die kan daar zitten en die kan gewoon Amerikaan worden. Ja hij is ook Amerikaan. Ja, absoluut. Maar het is een grandioze gozer daarvoor. Absoluut. Ik zou daar niet kunnen zitten wat hij doet, hoor. Nee. Maar dat zeg ik eerlijk. Ja. Nee, je moet maar niet uit voor de commentaar moet je maar niet halen. Nee. Want wat hij ken ik niet. Nee. Daar moet je echt Bas Rutte voor nemen. Nee. Grandioos. Ja. Maar zet me niet met een fotootje erop. Nee, precies. Ja. Ja. Wat is nou van moeite om, als je beursgericht bent, om een fotootje van mij te downloaden? Of dan in een thermo blijven. Om dat mij zo een fotootje neer te pakken met de Hall of Fame. Ja, maar het is ook een bido-ding, denk ik. Want je moet toch altijd wel respect hebben voor de mensen die ervoor zijn gegaan. De mensen die... Maar ik ben geen Amerikaan, hè? Dus dat scheelt ook, hè? Ja, voor hun, ja. Ja. Voor hun scheelt dat inderdaad. Ja. Want anders zou je wel de popjes aan de dans krijgen. Hey, what the hell, waarom is onze guy niet daar? Ja, maar ik denk, ik en meerdere MMA-fanaten, Nederlandse MMA-fanaten, maar ook andere mensen die er daadwerkelijk kennis van hebben, die weten tuurlijk, dat weet jij daar stond. Iedereen weet dat. Iedereen weet tot het. De dag van vandaag tuurlijk. Nog. Ik heb 2 jaar geleden een meeting greet gehad in Amerika. Ja. Met al die kolossen die er toen vochten, heb ik nou gezien. Ja. Het is schandalig hoe die mensen behandeld worden. Oké, maar een... Schandalig. Die kolossen, maar hoe bedoel je dat precies? De kolossen. Ja. De markeren en al die klanten uit die tijd. Juist. Dat zijn wrakken. Oké. Ja, sterker nog, meerendeels overleden al. Dood. Patrick Smit is overleden. Ja. Die grote waar ik tegen voor de tweede partij. Ja.
kickbokser was het toch? Ja, die... Ik heb zijn naam kwijt, maar ja, ja. En die zitten daar zo, die gozer met die hoed, met die dikke snor. Tom Fry. Als je die ziet, ik zat echt, hoe ik nou zit, zat ik ook. Ja. Het was echt schandalig. Ja, dan zit je er nog fris bij, ja, wat dat betreft. Ja. Ik train nog gelukkig om te bewegen. Mm. En een beetje knokken hak nog wel, vind ik heel leuk. Alleen geen 12 rondjes meer. Maar die mensen zijn gewoon op. En die zijn echt op. En, dus en dan krijgen dat echt Amerikaanse van, ja, het is het op of het ronde. Ja. Die rijk of arm. Ja. En niks ertussen. Dat vind ik erg. Ja. En dan zeg ik, en dan komt de organisatie en dan zeg ik, joh. En dan wijs ik ze op de feiten, maar ze moet kijken, man. Mm-hmm. Ja, dan heb ik het weer gedaan. Ik had toch beter mijn smoel kunnen houden. Ja, maar ja, kijk, aan de ene kant, dus niet iedereen zou er tegen kunnen. Maar aan de andere kant moet eerlijkheid toch wel gewoon gewaardeerd worden. Ja, dan maak je geen vrienden mee. Dat heb ik vaak genoeg ondervonden. Ja, maar wees blij. Ja, nou ja, aan de ene kant moet je zo eerlijk mogelijk zijn, aan de andere kant. Voor jezelf moet je eerlijk zijn. Absoluut. En ik weet dat ik, wat ik zeg, dat ik erachter staat. Mm-hmm. En als iemand wat wil weten, dan leg ik het uit op mijn manier. Ja. Ja. Maar wat daar gebeurt, dan denk ik maar eigenlijk, nee. Is het nodig om zulke mensen zo te behandelen die zoiets gedaan hebben voor zo'n organisatie? Zo, ja. Geef ze 100 euro in de maand. Ja. Als pensioen, net bij voetballen. Ja. Doe een gedeelte op een bank. Ben je klaar met vechten als je 30ste bent? Geef ze een klein pensioentje. Ja, precies. Of een dingetje. Dat ja. Dus er helemaal niet. Dat nee. Ze wonen in een auto, hè? Mm-hmm. Oh, echt? Tonvrij woont in een auto, hè? Zemig. Nu? Nu! Wauw. Ik heb mezelf een rollator gekocht. Ja. Voor $15. Ja. In zo'n kringloopwinkel. Voor hem om naar binnen te kunnen. Echt waar? Is Tonvrij er zo erg aan toe? Niet normaal. Jemig. En dan niemand die... Niemand. Ik ben klaar. Dat is echt Amerikaans. Ja, hier heb je nog de zorgen en hier zijn nog de mogelijkheden inderdaad. Ja. Maar jemig, dat ze zo hard laten vallen daar. Ja. Eén van de, niet alleen qua vecht, maar het is ook een personality echt, weet je. Met zijn snor en het is echt een jemig, hè. Je moet maar even zoeken hoe die nou eruit ziet. Jemig, dat is echt heel heftig. Ja, dat is echt heftig. Zo, pittig. Meet and greet. En dan zeg ik dat tegen die mensen die daarover gaan. Ja. En dan vinden ze dat niet zo leuk. Zo. Maar ja, dat geeft mij niet, want ik voel me eigen daar prettig bij. Ja, en het belangrijkste is dat ik me eigen prettig voel. Ja, want bij jou gaat het goed. Maar aan de andere kant, maar het is toch wel, want je zegt je bent niet super sentimenteel, maar het is toch wel iets dat je denkt van... Dat wel even... Het is niet nodig geweest. Het is niet nodig. Als het gebeurt, gebeurt het. Ja. Maar het is niet nodig. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Als het respect, gebeurt, oké. Okay. Als je junkie wil worden, word je junkie vriend. Ja. Dus je spuit in je arm, daar heb ik niet mee. Maar dat is je eigen ding dan. Maar Het is niet nodig Het is geweest. Niet nodig. Maar allemaal, hè. Allemaal, hè. Allemaal, hè. Echt waar? Zijn er zo aan toe. Ja, dat is echt Amerikaan, dat hebben we vergeten. Alleen het is zo goed in elkaar gezet. Ik vind het zo fantastisch hoe het nu is. Ja, de UFC zelf nu. Alleen dat stukje, dat is weg. Het ontbreken van Budo is gewoon pittig. Ja, wie vind je dan wel een leuke UFC-vechter op dit moment? Is er niemand waarvan ik van, dat vind ik wel een goede vechter. Volgt u het überhaupt wel, UFC? Ik vind het helemaal niks. Nee? Goh. Ik vind het zo commercieel. Ik wil graag A tegen B zien. Juist. Als sport, dat interesseert ze geen fuck. Ik zou graag die tegen die willen zien. Ja. Of die tegen die, dat zou ik graag willen zien. Ja. Als denk ik zo, nou dan gebeurt er wat. Nee, dan zoeken ze twee poppetjes bij elkaar die een hoop geld opleveren. En een hoop sentiment en een hoop whisky. En dan denk ik, ja, wat moet je daarmee? Alleen, ik ben dan niet zo commercieel. Maar hun zijn heel goed. Dat is fantastisch. Ja, ja. Alleen, het zijn zulke goede mensen die anders... aan de zijkant staan, die dan niet op dat veld kunnen komen. En dat vind ik jammer. Mm-hmm. Dat vind ik echt jammer. Die wel echte knokkers zijn, volgens mij. Nou ja, hun zijn ook knokkers. Ja. Alleen, qua sport vind ik ze... minder. Ja. En jij, Jim? Nou, eerlijk te zijn, doordat ik altijd veelvuldig overal gevochten heb, ook met karate, en met de jongens overal kon knokken, best wel wat jongens tegen. Mm-hmm. Veel met wat Nederlanders uit kickboksen en zo getraind. Ja, ik vind sowieso dat Nederland wel een paar goede jongens heeft, hoor. Ja. Ja. Nederland zeker wel. Ja. En de UFC, zijn er wat namen die van... Ja, natuurlijk. UFC zijn niet veel meer. Je hebt Alistair die nog vecht. Jermaine de Randami vecht daar. Heb je nog meer? Kukansaki vecht in de UFC nu ook. Ja, ik ging met de UFC trainen.
met Claudia. Cadea. Met die Braziliaanse meid. Ja, Claudia Cadea. Ja, die ken je wel, hè? Ja, natuurlijk. Zeker weten. Niet door de vechten, maar door hoe ze eruit ziet. Nee, ook door het vechten. Allebei. Nee, dat is zeker. En ik spreek een klein beetje Portugees, dus zeg ze, professor, mag ik een beetje trainen? Ja, is goed. Ja. En ging met de trainen en dan zeg ik, hey, maar waarvoor doe je zo en zo niet dan? Zegt ze, ja, wij moeten crown and pound doen. Zeg, maar het is niet nodig, ik kan gewoon iemand zijn benen in een enkel lokje doen of een arm. Ja. Dat niet, als ze dat niet doen, ze, ja, dan is het niet voor de televisie. Aantrekkelijk. Dus ik ga er beter erop zitten en ik ga aan de pound en een beetje bloed op je neus. Ja. Dat is wat voor de verkoop wat beter. Dus ja, maar als sport kun je dat beter. Je ligt er wel voor, je kunt een enkel lok doen. Ja. Nee. Dat, dat niet. Dat ik maar, zijn we zo bezig. Zo. Maar ja, dan zeg ik dat al. Als sportman weer. Ja. Pak een enkel lok. Kan ook weer anders natuurlijk. Maar ja, ik zeg, je kan geen enkel lok geven, want je bent nog niet een bruine band je huurtje. Nee. Je verkoopt je eigenlijk wel zwarte band je huurtje, maar dat ben jij maar niet. Nee. Oké. Okay. Nee, niet? Niet. Maar dan, waar baseert u dat dan? Omdat ik niet met haar getraind heb, ik weet wat ze kan. Oh ja, precies. Ja, nou dan weet hij, dan kunt u inderdaad wel bepalen. In één seconde weet ik wat je kent. Ja. In één seconde. Ja. Maar echt in één seconde. Weet ik precies wat je kent. Dan zeg ik, hey, je bent helemaal geen zwarte band, je liegt. Ja. Je doet een zwarte band, maar je bent geen zwarte band. Ja. Je bent een blauwe band of paars. Want als je iemand een enkel lok hebt, trek je hem gewoon weg en is klaar. Ja, precies. Wauw. En dan zeg je dat daar zo, waar de televisie dan bij is. Dan heb je het weer gedaan. Ja, want zij kwam naar me toe van, ik ben de UFC-kampioen. Ik zei, ja, maar wat ken je dan? Ja. Wie ben je dan? Wat ken je dan? Je hebt één keer wat gewonnen. Op dat moment ben jij de beste, oké. Okay. Amanda Nunes of Claudia Cadea? Claudia. Toen de tijd. Ja. Zeg mij, je moet het even anders. Ja. Niet liegen tegen mij, want ik zie precies wat je kan. Precies. Dat is mijn kracht ook. Ik zie in één seconde wat je kan. Zo. En dan moet je niet tegen mij liggen dat je zwarte band bent. Ik weet wat zwarte banden kunnen. Ja. En wat je ervoor moet doen en, zeker voor moet laten. Ja. Dus als je een enkel lokje hebt, dan word je echt ja, maar dat is niet aantrekkelijk voor. Dan heb je gelijk. En dan zeg ik, ja, je hebt gelijk. Maar daar doen we het niet voor. Nee. Nou, maar eigenlijk wel dus. Eigenlijk wel. Ja. Oké. Okay. Ik ga het afsluiten. Ik wil nog eventjes eindigen met het beste advies wat je ooit hebt gekregen. Wie wil daarmee beginnen? Wees eerlijk. En wie heb je dat advies gegeven? Ikzelf. Je eigen advies aan jezelf. Ja, want daar kom je het verste mee. Mm. Is niet, wil een harde weg, strakke weg. Maar wees eerlijk voor jezelf. Mm-hmm. En als andere mensen daarmee hoe mee omgaan, dan zit me nog even. Fuck. Dat mag hoor. Ja, je mag het zeggen hoor. Ja, ik doe het. Maar wees eerlijk voor jezelf. Ja. Oh, is het fout? Dat geeft niet. Nee. Met fout met DT. Wees eerlijk voor jezelf. Sta achter je dingen die je doet. Ook is het fout. Ja. Mm-hmm. Ja. Als je er maar voor staat. Ja. Wijze woorden. Jam. Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Maar ik voeg er nog één ding aan toe. Scheef niet op. Zo, nou, dan ben je het levend bewijs van. Gewoon niet opgeven. Het niet maakt opgeven. Niet uit. Weet je, ook in zo relatief simpels dat ik heb gedaan. Maar ook als je in een situatie zit met ellende, doordat je misschien eerlijk bent met familie, in relaties, in met je werk, hoe dan ook, met jezelf in de knoop zit. Dedication. Hou vast, bijt vast, geef niet op. Je kiest een weg, ga ervoor. Super. En alleen huilenbalken hebben spijt. Nou, ik vind het een mooie heren. Hartstikke bedankt. No problem. En dan ga ik het even zo doen, want dat moet van onze prime minister. Ja, je komt wel zo binnen, hoor. Dag en hand. Hartstikke bedankt. Zijn we, ja? Top. Nou.